Het Roadhoes bleer ik. Hier is de maskerade. Je wordt gebodypaint. En er zijn volgens mij een heleboel chicks. Dus we gaan even kijken. Vandaag zie je de maskerade. Maskerade is een grote facepaint en bodypaint evenement. Er zijn heel veel artiesten hier vandaag aanwezig. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland. Zelfs mensen uit Italië en uit Frankrijk. Morgen zullen er zelfs mensen uit Engeland bij zijn en uit Ierland. Er is heel veel te beleven, heel veel te bekijken. Lust voor de fotografen en een groot plezier voor alle modellen die hier vandaag zijn. Niet schrikken, ik ben niet Sinterklaas. Ik ben Barbara en Josje die is me gaan schminken. Ik sta hier langs een aankomend model. Wat verwacht je ervan? Ik zie het er allemaal wel leuk uit, dus ik verwacht wel dat het super gaat worden. Denk je niet dat het kietelt? Ja, ik denk het wel. maar vind je dat nou echt kunst of waarom doe jij het? Ik hou wel van de extreme makeover, zeg maar. Dus ja, daarvoor ben ik hier. Totaal bodypaint, zou je dat ook doen? Is mij wel gevraagd, maar ik wil het niet. Dus vandaar dat ik vandaag nog hier ben. Dat is toch iets te sexy, open, bloot. Volgens mij zit ik hier langs de Duitse, maar ik verrek het, ik ga gewoon Nederlands praten. Je ziet er mooi uit, volgens mij zie je eruit als tulp, of niet? Ik ben zwar Deutscher, maar heute versuche ik mich bij etwas Holländisch te fühlen en het is op jeden Fall sehr schön hier. Dat tulpsoort ken ik niet. Groeien die alleen in Duitsland? Ja, we hebben dat ook in Duitsland, festivals voor bodypainting en facepainting. Maar we zijn ook gerne hier in Holland. Ik heb een paar studenten gevonden van de fotovakschool. Wat doen jullie hier? Wij komen hier fotograferen. We hebben boven een studio opgebouwd. De opdracht is voornamelijk om de foto's van de modellen te maken. En dan met Photoshop een beeld erachter te plakken. Dus dat ze in driedimensionaal erin staan. Dat is het idee eigenlijk. En het thema is? Holland. Ah, vandaar dat ik zoveel topbollen rond zag huppelen. Ja. Dus jij bent model voor bodypainting? Ja, dat klopt. Ik doe inderdaad model staan voor bodypaint. En met bodypainting dan ben jij dus eigenlijk grotendeels naakt en dan word jij beschilderd. Ja, met bodypainting houden we een onderbroekje aan, een string aan en verder worden we beschilderd en is de rest van het lichaam dus naakt. Hoe voelt dat? Niet naakt, ja. Maar zeg maar, voel je je bekeken of zo of valt het mee? Ja, ik voel me bekeken, maar niet om het naakt zijn, maar om de schildering die op me staat. Dus het is niet een vervelend gevoel van bekeken worden, maar het is gewoon heel leuk. Je bent een levend kunstwerk en daar kijken mensen naar en dat is heel erg leuk. Ben jij een elf? Of? Ik zou heel graag willen dat ik het was, maar ik voel me in ieder geval heel erg verbonden met het elf zijn. Het sierlijke, dat vind ik heel erg leuk. Dus ja, ik word inderdaad wel eens beschilderd daarvoor en dan is het ook heerlijk om me daarin in te kunnen leven. Ik werk voornamelijk met Josje Wolters samen en 2 jaar geleden zijn wij samen Benelux kampioen geworden in de Jaarbeurshal in Utrecht. En heb je een vriend of een man? Ja, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. En wat vinden zij ervan als jij bodypaint staat? Nou, ze zijn eigenlijk heel erg trots op mij. Mijn man vindt het super gaaf. Die zegt ook altijd, ik ben trots op jou, hoe je eruit ziet. En mijn kinderen vinden het vooral heel erg leuk. Die vonden het al heel erg leuk dat ze hoorden dat ik misschien wel geïnterviewd zou worden. Lopen die zelf ook al naakt in huis geschilderd? Ik denk niet anders dan bij andere families. Nou, ik geloof dat ik mijzelf ook wat van die verf meeneem, want dan ga ik thuis ook nog wat chicks beschilderen.